Welkom alweer bij het tweede seizoen van de maatschappelijke podcast van ADO Den Haag in de Maatschappij en Stichting Focus en Fun. Vanuit Skybox 421 wordt er iedere thuiswedstrijd in opdracht van een aantal verschillende Jumbo supermarkten het woord gegeven aan stichtingen met een maatschappelijk doel die Den Haag nog veel mooier maken. In deze serie gaat uw host Mihai en co-host Chris op zoek naar die ene vraag. Wat kunnen wij doen? En daarmee bedoelen we alle Haagenezen, zodat ook deze stichting zijn doel gaat halen. Veel luisterplezier en vergeet ons vooral niet te delen. We gaan beginnen. Ja, en normaal gesproken gaan we gelijk dan praten, maar dat doen we niet, want we doen dit er nog even achteraan. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Girl Power Radio en natuurlijk onze powervrouwen. Girl Power. Nou, is dat leuk? Hey, dit klinkt gewoon als een radiostation. Mihai, ik heb je gemist. Ik heb jou ook gemist. Ja, serieus? Kwam dat oprecht over? Nee, geintje. Ja, kwam oprecht over. Ik heb het echt gemist, ook gewoon de podcast. En gewoon, nou, niet alleen gewoon gezellig kletsen, maar gewoon goede dingen doen. Leuke dingen doen. Ja, leuke dingen doen. We gaan straks over hebben hoe dat nou in zit met dit verhaal. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Girl Power Radio en natuurlijk onze powervrouwen. Want dat hadden we vorig jaar niet. Dat hadden we niet. We beginnen, we gaan anders beginnen. Maar normaal gesproken nemen we even de week door van wat heb je gedaan. En ja. We zitten bij ADO Den Haag in Skybox 421. Maar we hebben nu Anton met nieuws van de ADO in de maatschappij. Is hij er weer bij dit jaar? Nou, dat denk je maar. Hallo Mihai en Chris. Dat is leuk, hè? Het laatste maatschappelijke nieuws van ADO Den Haag. Dat is Anton. Anton! ADO is afgelopen week in samenwerking met SGK begonnen met een team voor sporters met autisme. Lijkt mij leuk. Vorige week, donderdag, was de eerste training. En komende zondag spelen ze hun eerste toernooi als ADO Den Haag bij PEC Zwolle. Oh, leuk. En ik heb nog een nieuwtje, jongens. Voorafgaand de wedstrijd ADO Den Haag Topos laat ADO Den Haag in de maatschappij tijdens hun jaarpresentatie zien welke maatschappelijke impact ADO Den Haag maakt met haar projecten. En in 2023 gaan we met volle kracht door om nog meer mensen te bereiken in de regio Haaglanden met ADO Den Haag. Volg onze mediakanalen, zou ik zeggen, met nieuws over de jaarpresentatie. Nog een fijne uitzending samen en tot de volgende keer. Dat heeft hij best goed gedaan, vind ik, hoor, die Anton. Dus nu weten we alles over ADO Maatschappij. Heb jij nog begrepen wat ze allemaal gaan doen? In ieder geval volgende week, de 16e, hebben ze dus een presentatie. Ja. Over hun jaarcijfers, wat ADO in de maatschappij doet. Want ADO is niet alleen maar een voetbalclub, het is meer dan dat. Ja. We hebben nu net gehoord even dat deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Girl Power en de Powervrouwen. Ja. En dat is niet zomaar gegaan, want ik heb met een gast die nu al aan tafel zit, heb ik een leuk gesprek gehad. Dat is Mario. Mario! Welkom! Ja, goedenavond. en die kennen wij natuurlijk van aflevering 6 was het. Ik zal het niet meer weten. Ja. Het zou best kunnen. Maar jij was het aflevering 6, ja. Ja, met Jacques Palak. Je was jarig. Dat was mijn verjaardag. Ja. Dat was de... En dan weet ik de datum nog wel, 24 april. Ja, zo gek zijn als je dat niet zou weten. Hè? Mario, kun jij ons uitleggen? Laat ik gelijk zeggen, Jackie is ook aan tafel. Ja, zeker. Ja, toch? Ja. Jackie de Wit. Jackie de Wit, zeg je goed. Ja. En weet je ook waarvan? Van Sport City. Heel goed. En weet je wat Sport City doet? Ik weet wat Sport City doet en ik weet ook dat ik daar veel te lang niet ben geweest. En daarom dat ik zo verschrikkelijk dik werd op een gegeven moment. Ik zag mezelf in die vorige ronde. Ik denk, nou, even een abonnementje bij Sport City nemen. En dat is goed gekomen. Nee, Sport City is een hele leuke fitness. Maar ik mag niet verder gaan. Je mag zeker verder gaan. Maar ik onderbreken. Ja, zeker. Ik wilde even naar die link van Mario. Want jij hebt ook Jackie aan tafel gehaald. Ja, klopt. Kun jij vertellen wat jij voor de club ADO deed en nu aan het doen bent? Ja, nou, zoals de meeste mensen wel weten, denk ik. Ik ben commercieel manager bij ADO. Zou je vrouwen iets meer in die microfoon kunnen praten? Dat zou kunnen. Makkelijker omlaag zetten. Dat is, ja, ik ben niet zo groot. Ik ben 1,70 meter. Ga ik op 1,80 meter, denk ik. Maar... Ja, ik kan hem op 1,85 gezet. Oh ja, dat ik het ook. We hebben het geluid al harder gezet. Komt goed. Ja, komt het goed. Ja. Nee, ik ben commercieel manager bij ADO Den Haag Vrouwen. Doe ik al sinds een jaar of 3. En de link gelijk met Jackie is... We hebben in het verleden een samenwerking gehad met Fit for Free. En Jackie was zo ontzettend fantastisch om te zeggen van... joh, we gaan de samenwerking voortzetten, maar Fit for Free stoppen we mee.
En dat wordt Sport City. Zei Jackie dat? We stoppen dat met Jackie. Fit of Free. Ja, dat is haar initiatief geweest. Trekken de stekker eruit. En Jackie nee, was er klaar mee. Ze dacht, ja, nou, laten we het Sport City maken. Ja, dat was positief. En wij zijn ontzettend blij als bij ADO Den Haag om een sponsor te hebben als Sport City. Enerzijds vinden wij het ontzettend belangrijk dat die dames fit blijven. Maar ho. Ho. Voor ADO Den Haag. Voor niet ADO iedereen Haag. Begrijpt dat. Maar jij zit hier voor ADO Vrouwen. Vrouwen, ja. Daar schijnt dus een verschil in te zijn. Hè? Daar hebben we het een keer eerder over gehad. Wat is het verschil tussen de ADO-vrouwen en de ADO-mannen? Maar Mario is voor de ADO-vrouwen. Ja, ik ben voor de ADO-vrouwen, ja. De commercieel manager ADO-vrouwen zit dit jaar wel in een samenwerkingsovereenkomst. Een integratie, zoals dat heet. Er zijn twee losstaande organisaties. We willen één organisatie daarvan maken. Enerzijds kan je professionaliseren. Dat is iets waar we natuurlijk naartoe op zoek zijn. Zodat we die meiden ook wat meer kunnen bieden als dat we nu kunnen doen. We moeten nu onze eigen broek letterlijk en figuurlijk omhoog houden. Ja, en dan hebben we samenwerkingsverbanden met onder andere Sport City knijterhard nodig. Ja. Want ja, daar hou je toch die dames fit mee. En het is gewoon een mooie organisatie om erbij te hebben. Ja, maar dan ga ik even terug naar aflevering 4 waar we met Aukje aan tafel zaten. Die van de Eredivisie. Ik weet niet of je dat nog weet, wat jij toen vroeg. Vrouwen Eredivisie, wanneer gaan we dat grootschalig op tv zien? Ja, het heeft niks te maken met maatschappelijk project, maar gewoon even een losse vraag. Oh, daar ben ik heel blij mee dat je dat laatste zegt. Want het is jarenlang door heel veel mensen weggezet als... Hey Aukje, jij gaat over die maatschappelijk projecten. Wat gebeurt er nou met de Eredivisie Vrouwen? Ja, ja, ja. Ik zeg, vrouwen nee. Is geen maatschappelijk project, jongens. Het heeft geld te maken, Aukje. Ja. Ook in... het heeft ook wel echt te maken met lef. Lef. Want je moet erin geloven. En daarin, Mario, dat lef, dat heb jij. Zien, maar, ja, net als want jij koppelt al die bedrijven maar aan oude vrouwen. Ja. We krijgen nu de redactiepapieren. Komen we een stukje verder mee, hè? Dat je nu de wedstrijden ook tv kan kijken. Deze zet ik even uit. Dat lef, dat heb jij. Want jij koppelt allerlei bedrijven eraan. Maar er is dus de Power Vrouwen. Dat is de ADO in de maatschappij van de ADO-mannen. Ja. En ik vroeg je vanmiddag van waarom is dat dan niet samen? Want je kunt de held die ADO in de maatschappij heeft, kun je ook als ADO-vrouwen neerzetten. En toen zei je even, wat zei je daarop? Nou kijk, het is belangrijk om je eigen identiteit daar wel bij te houden maatschappelijk gezien. Kijk, als je ziet wat wij als Powervrouw, hè, want dat is onze maatschappelijke organisatie, kunnen doen in samenwerking met de gemeente, maar ook in samenwerking met andere maatschappelijke partners. Ik vind dat moet je apart houden. Ik denk als je dat samen zou voegen met de ADO-mannen, gaat het eigenlijk een beetje op in, ik wil niet zeggen in rook, maar ik vind als je dat los kan blijven koppelen. En er zijn expliciet echt bedrijven die echt alleen maar iets willen doen met de vrouwen van ADO Den Haag. Ja. En daar niet gelijk ook maar het stempeltje willen krijgen, het mannenvoetbal. Ja. Dat zijn dingen die we wel nog steeds apart willen houden en ook zullen apart. Maar Girl Power blijven. Is er bijvoorbeeld zo eentje? Ja, Girl Power Radio is onze belangrijkste sponsor, onze hoofdsponsor. Ja. Waar we ontzettend blij mee zijn. Want ja, een betere hoofdsponsor kan je eigenlijk niet bedenken als Girl Power Radio. Ja. Ook heel belangrijk, dus dat je wil naamsbekendheid creëren. Nou, daar zijn we behoorlijk mee bezig. Deze podcast staat voornamelijk ook gewoon voor het grootste gedeelte natuurlijk ook in het teken van Girl Power Radio. Een mooi station met echt meer dan 600.000 luisteraars. Ja. Niet alleen maar in Den Haag, maar ook in het Amsterdamse te beluisteren. Ja, en laat ze maar weten dus dat wij Girl Power Radio als hoofdsponsor hebben. En dat ze niet bij Ajax op de voorkant van het shirt staan. Jackie, specifiek ADO vrouwen of ook mannen? Maakt het niet uit? Ja, als ik zelf mag zeggen, natuurlijk voor de vrouwen. Ja, omdat? Ja. Ik vind, eerlijk gezegd, ik was nooit zo heel erg van het voetbal. Maar ik vind vrouwen wel echt leuk om naar te kijken. Oké. De vrouwenvoetbal vind ik leuker, eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Maar dat mag ik nooit zeggen, want dan is het gewoon vriendelijk. Maar ja, ik snap het. Ik vroeg toen ook tegen, volgens mij in die podcast vroeg ik ook van of er nou een verschil wordt gezien tussen het level wat vrouwen moeten presteren of weet ik wat. Want dat is vaak ook een dingetje, hè? Dan heb je, voor mijn gevoel, wordt dat in een vrouwenhokje gestopt, het voetbal. En dan is het, het zijn de vrouwen, ze moeten nog eventjes. Maar wat ik wel leuk vind, juist aan wat nu gebeurt met vrouwenvoetbal, is dat het gewoon, wat jij ook zegt, dat het gewoon serieus wordt genomen. En dat het een apart ding op zich is. En dat dat gewoon eigenlijk even groot moet worden toch als mannenvoetbal. Want we leven nu toch in een samenleving waar heel dat gender eigenlijk niet meer uitmaakt. Dus ik vind het eigenlijk zelfs jammer dat het vrouwenvoetbal en mannenvoetbal heet. Het moet gewoon
Voetbal heet uiteindelijk. Dat heet korfbal. Maar daar zijn we nog niet. Dat heet korfbal. Mario, je zit hier, want je gaat je plek afstaan straks. Dat is iets wat je zelf wil. Jij zegt, laat mij maar niet op de voorgrond treden, maar laat mij het maar regelen. Dan ga je even die andere pet opzetten. Toevallig het logo staat achter van Jumbo. Ja, nu niet meer. Nee, ADO in de maatschappij. Dit is een unieke samenwerking dus van ADO in de maatschappij, Power Vrouwen, de Jumbo en Focus & Fun. Ja. Kun jij uitleggen wat je hebt bedacht? Nou, wij vinden dat Jumbo Supermarkten, waar ik dan officieel 40 uur werkzaam ben, naast dat ik natuurlijk uiteraard mijn inzet bij ADO Vrouwen, vinden wij niet. Het dat belangrijk. Niet 40 uur. 37, 36. Daar vind ik het belangrijk om de samenwerking aan te gaan met maatschappelijke partijen. En waarom? Enerzijds kunnen we wel een beetje goodwill gebruiken als Jumbo zijnde, maar als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dat geeft mij wel kippenvel op mijn armen. Wij hebben samenwerking met de community tegen eenzaamheid. Vanavond en daar ga jij dus ook je stoel aan daar afstaan. Ga ik mijn stoel aan afgeven. We hebben in samenwerking met de gemeente 160 kaartjes weg kunnen geven. Eigenlijk aan allemaal mensen die ADO Den Haag supporten. En eigenlijk de hele dag alleen maar thuis zitten. En die geven wij vanavond gewoon ontzettend een leuke avond. Nou, dat hebben we samen met Jumbo Supermarkten gedaan. En we gaan dat straks 10 keer herhalen. Niet alleen maar met community tegen eenzaamheid. Doe je dat vanavond al? Doe ik vanavond al, ja. Oh, wat goed zeg. En we gaan 10 verschillende soorten maatschappelijke organisaties betrekken om de podcast-uitzendingen helemaal te organiseren. Wat gaaf. Ja, daar zijn wij natuurlijk als... daar ben ik super trots op. Ik ben een initiatiefnemer bij Jumbo en ja... Ja, dat is heel leuk gegaan. We hebben meerdere gesprekken erover gehad. Zo van, hoe kunnen wij ons platform wat we hebben met ADO in de maatschappij en Focus & Fun, hoe kunnen we dat maatschap breder inzetten met ADO Den Haag? En daar heb jij fantastische invulling aangegeven vanuit de Jumbo. Ja. We hebben hier een presentatie gehouden voor 30 filiaalmanagers, die allemaal hartstikke enthousiast waren. Vooral toen Dick erbij kwam. En daar gaan we een leuke tijd mee beleven, dat denk ik. We gaan er iets heel moois van maken. Ja, en dus jij gaat stichtingen het woord geven vanuit de Jumbo. Ja, klopt. Dus dat betekent ook dat de Jumbo de reeks bij de mannen gaat financieren. En wat wij samen hebben afgesproken, dat we dus een aantal maatschappelijke podcasts gaan doen bij de Powervrouwen. Ja, dat is eigenlijk wat we hebben afgesproken. Ja. Dus die 160 eenzame mensen, die gaan straks allemaal weer sporten bij Sport City, bij Jackie. Dat is een beetje de bedoeling, hoe we die kruisbestuiving kunnen doen. Ja. Nou, dan wil ik jou vragen om je stoel over te dragen aan... Maar nog niet helemaal. Ik heb nog één vraag. Ja, maar Mia heeft nog één vraag. Ja, één vraag is er, want het is allemaal weer... En wat gaan we doen en wat gaan we doen? Mario, ik heb één oprecht vraagje. Waar zou je willen dat je over een jaar staat met het vrouwenvoetbal in combinatie met ADO? Wil je het op landelijke tv krijgen? Wil je dat iedereen een shirtje van die vrouwen gaat dragen? Wat is nou je droom? Even droom aan tafel. Op de landelijke tv zijn we al. Hè. We worden uitgezonden ESPN. Soms krijgen we zelfs 160. Ja. Vanmorgen hadden we iemand die wist begon die wat ESPN was. Ja. Maar ja, 160.000 unieke kijkers tijdens een wedstrijd vorig jaar met Feyenoord is natuurlijk super. Ja. Dus de exposure wordt alleen steeds maar beter. En de KNVB gaat volgend jaar starten met 12 teams in plaats van 11. Dus de competitie wordt ook steeds groter. FC Utrecht gaat er onder andere bij komen. De integratie die we hebben met de mannen. Dus we gaan ook professionaliseren. Als ik heel eerlijk ben, ik wil over een jaar kijken. Dus het einde van 2024. Ja, dan hoop ik in ieder geval dat die meiden allemaal een fantastisch mooi contract hebben. Dat ze overdag kunnen trainen. Waardoor we ook echt iets mee kunnen doen in de top 2, top 3. Want ik vind het wel leuk om een keer... Champions League te kunnen voetballen met die meiders. En we staan vierde, hè? Dus helemaal niet slecht, hè? Dus dat kan gewoon. Van de 9. Het kan gewoon. Is een haalbare droom. Een haalbare droom. Ah, en die droom heb ik. Nou, dat is en die droom hebben we allemaal. Dat is een mooie droom, vind je niet? Super tof. Ja. Ja, nou mag die weg. Nou mag die weg. Ja, nou mag die weg. Bedankt. Dan gaan we de microfoon overgeven aan Sebastian. Die kan aan tafel komen. En hij is voor de Haagse community tegen eenzaamheid. En voordat we daarin verder gaan, wil ik even weten, wat zijn nou de feiten over eenzaamheid? De feiten over eenzaamheid. Van alle volwassenen voelt 47% zich eenzaam. Eenzaamheid komt meer voor bij meisjes. Je mag er straks op reageren. Er is meer eenzaamheid bij lage opgeleiden. Het percentage eenzamen neemt al jaren toe. De toename in eenzaamheid is groter bij jongere leeftijdsgroepen dan bij ouderen. Okay. De meeste mensen die eenzaam zijn wonen in de stedelijke regio's. Het percentage eenzamen is hoger vanaf 75 jaar. Dat zijn wel wat feitjes. Dat zijn feiten. dat zijn zeker wat feiten, ja. Kloppen ze, Sebastian? Als ze getest zijn, klopt ze inderdaad. Ja, het stukje eenzaamheid is inderdaad flink gestegen de afgelopen jaren. Zeker de
twee jaar met corona is het onder jongeren iets bekender geworden. Mm. Het was natuurlijk al wel hoog. Alleen door het thuisblijven en dus niet je studiegenoten zien en niet naar school gaan, is dat wel wat bekender geworden. Dus het heeft aan de ene kant wel gelukkig meer aandacht gekregen. Want dat was wel een beetje een ondergesneeld kindje, zeg maar. Iedereen denkt bij eenzaamheid vaak alleen maar aan ouderen die thuis zitten of in een bejaardentehuis. Ja. Ja, we worden soms gebeld hier en dan moet ik dus die telefoon opnemen. Hi, met Nick. Ja, ik had een vraag. Eenzaamheid, komt dat alleen voor bij ouderen? En Mia, nu jij daar toch zit, voel jij je wel eens eenzaam? Zullen we daarmee beginnen? Ja. Voel jij je wel eens dan eenzaam? Dan ben ik in één keer er vanaf, toch? Nee, ik voel me niet eenzaam, maar ik heb daar geluk mee. Ja. Ik ren soms weg voor mensen zelfs. Maar dat geluk heeft niet iedereen. Nee, dat klopt. Sebastian, wat is eenzaamheid? Dat is niet te beschrijven, dat is voor ieder wat anders. Want er zijn genoeg mensen die heel veel mensen om zich heen hebben en dan toch thuis komen en zich eenzaam voelen. Ja. We hebben met Omroep West wat series opgenomen. En dan zegt een vrouw, ik ben elke dag druk bezig met vrijwilligerswerk. En toch ben ik eenzaam. Terwijl ze de hele dag onder de pan is met mensen, is een stukje gevoel wat voor iedereen anders is en anders voelt. Dus het is ook een moeilijk definieerbaar begrip. Dat is ook eigenlijk moeilijk op te lossen, omdat je niet weet welke tools je daarvoor moet gebruiken bij wie. Bij de ene kan het liefde zijn, bij de ander kan het familie zijn. Ja. Iemand nu naar ADO met z'n allen, dat kan alweer een band opscheppen. Ja. En dan hoop je dat mensen elkaar, vaak met dit soort initiatieven, dat ze naar ADO gaan en zo, hoop je dat het niet eenmalig is. Dus je hoopt eigenlijk dat de mensen met elkaar nog wel eens een keer willen afspreken, of dat iets vaker terugkomt, zeg maar. Als je iets organiseert, eenmalige acties hebben vaak weinig nut. Ja. Dus als je eenmalig iets doet, dan zien die mensen elkaar één keer. Maar het is wel fijn als je daarna nog een keer iets doet. Continuïteit. Continuïteit waarborgen. Ja. En eigenlijk moet je dat proberen. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat in je bedrijf terug te laten komen. Dat je gewoon weet, we doen altijd wat tegen eenzaamheid. In plaats van dat we eenmalig een keer iets doen of eenmalig een keer een donatie. Nou, Jackie, reageer eens. Want als er iemand wat doet aan eenzaamheid, ben jij het wel? Ja, zeker. Ja, ik vind dat op de club inderdaad. Zou ik het heel fijn vinden als er mensen naar ons toe komen die zich eenzaam voelen. Omdat bij ons op de club hoef je helemaal niet eenzaam te zijn. Je kan, Sport City. Hele community, Sport City, hè? Ja. Nou, dat willen we wel echt opbouwen, een community. Nou, want ik vond het te gek. Ik wou er net al met je erover babbelen. Ken jij het bedrijf van Jackie, Sebastian? Ja, Sport City. Ja, zeker. Nou, dat is te gek, joh. Wat ik las net, is dat hun dus allemaal lounges gaan creëren nu. Zodat de buurt en de community echt bij elkaar kan komen. Bakkie koffie doen, misschien een beetje tafel. Voetbal, toch? Pingpong. Nee, pingpong. Pingpong. Ja, allemaal dat soort dingen. En dat het ook natuurlijk niet alleen om sporten hoeft te draaien. Tuurlijk, dat is natuurlijk het doel uiteindelijk van het bedrijf. Ja. Maar heb jij gewoon een keer zin om een kletspraatje te maken met ons of met een ander lid? Of keer een spelletje doen of een pingpong of een bakkie? Ja, dan ben je bij ons ook gewoon welkom. Hé, maar dat helpt toch tegen eenzaamheid? Ja, je moet de drempel heel laag houden. En je hoeft het ook niet gelijk heel groot aan te pakken. Hè? Start gewoon klein, wat ik zeg, als ondernemer. Dat doen hun trouwens wel, hè? Ja, zij pakken gelijk het gelijk heel groot aan. Maar voor top, een heleboel ondernemers die wij proberen te motiveren en te stimuleren, hou het gewoon in het begin klein. Probeer niet gelijk 100 of 1000, maar probeer het gewoon eerst met de buren. Gewoon bellen aan bij je. Bel aan, neem de tijd. En daarna komt het vanzelf, want dan komen de mensen wel op pad. Ja. Want jullie zijn stichting. Jij zijn een stichting, ja. Stichting Community tegen Eenzaamheid. Klopt. En wat doen jullie? Jullie motiveren ondernemers om zich in te zetten tegen eenzaamheid. Precies. En dat proberen we door verschillende tools te doen. Wij krijgen subsidie vanuit de gemeente en van Fonds 1818. En wij proberen dat geld eigenlijk weer zo snel mogelijk uit te geven aan ondernemers die wat doen, of die even een kleine financiële impuls nodig hebben om een initiatief uit te voeren. En dan zegt Jackie, ding dong, hier ben ik. Ja. Hier ben ik, ja. En dan mogen ze een formuliertje invullen. En dan gaan wij dat bekijken met het bestuur. En dat doen we wekelijks. En dan doen wij een max van €2500 per initiatief. Ja. En maximaal 50% van de aanvraag. Dus stel, iemand heeft €2000 nodig doen, dus maximaal 50%, dat is dan de helft. Hoezo ben je dit begonnen eigenlijk? Hoe ben je bij hun terechtgekomen? Is dit jouw stichting? Ben je dit begonnen vanaf nul? Nee, ik ben het niet begonnen van nul. Dus wij zijn denk ik nu 5 jaar een stichting. En daarvoor was het een initiatief van de gemeente. Ja. Ik ben daar ooit toevallig in terechtgekomen, omdat een van mijn opdrachtgevers, die heeft een kas laten plaatsen op het terras. Dat was de Waterreus in Scheveningen. En die wilde dat inderdaad eenzame ouderen daar hun eigen kruiden konden kweken en mee naar huis konden nemen. En dat was opgevallen door heel landelijke dinges. Door de tv, Omroep Max. Ja. Dus de gemeente heeft ons nog gebeld van, hey, we zijn iets bezig met tegen eenzaamheid. Zou je een keer in zo'n denktank willen zitten? Ja. En als je dan de jaren, 2 jaar daarna of zo, steeds vaak de grootste mond hebt in zo'n meeting. Van, er wordt te veel geluld, maar te weinig gedaan. Ja.
Als ze dan zeggen, we gaan er een stichting van maken, dan moet je natuurlijk ook wel de woord bij de daad voegen en dan ook in het bestuur gaan zitten. Put your money where your mouth is. Ja, nou ja, is wel zo, ja. Kijk, als je, hij is de penningmeester, hè? Ja. Ga ik over het geld. Ja, dat is eigenlijk goed, hè? Dus ik geef het ook heel graag uit. Normaal niet, maar nu, het liefst zo snel mogelijk, moet het geld elk jaar op. Want dat betekent dat er gewoon veel in Den Haag gebeurt. Ja. Maar Jackie, Sport City, wist je van dit initiatief af? Nee, eerlijk gezegd nog niet. We hadden net voor de podcast er al over, inderdaad. Toen vroeg ik ook aan hem van, het lijkt mij best wel lastig... Als jij onder de kop eenzaam valt, hoe ga je dan je ergens aan binden, zeg maar? Want het lijkt mij best wel, ik zou, als ik eenzaam zit, zou ik het best wel een drempel vinden om daar ook echt voor uit te komen. En dan te zeggen van, joh, ik ben eenzaam, ik zoek hulp hiervoor. Wat ga je dan doen? Ben je wel eenzaam, Jackie? Ja, ik gelukkig niet. Ja, ik mag gewoon geluk spreken niet. Maar net zoals jij zegt, ik hou soms mensen af. Omdat het te druk anders wordt. Ja. Maar dus ik kan het me eigenlijk ook niet voorstellen. Maar het lijkt mij best lastig om daar voor uit te komen. Dat je echt eenzaam bent. Ik kan me soms wel voorstellen hoor. Ben jij wel eens eenzaam geweest, Chris? Zeker. Ja, zeker. En toevallig heb ik jouw hele podcastserie die je hebt. Volgens mij initiatief van jullie, hè? Die zes afleveringen. Ja. Ja. Was zelfs een CEO van Funda die daar praatte over zijn eenzaamheid. Soms zit je op beslissingen, ook als ondernemer zijnde, dat het best wel eng is om wel te gaan of niet te gaan. En dan sta je er een beetje alleen van, want je kan het nog niet tegen iemand vertellen. En daar zit een risico aan en je zit financieel zo. En dan kan je je soms best wel eenzaam voelen, omdat je niet de mensen hebt waar je mee kan praten. Ik heb ook even de definitie van eenzaamheid opgezocht. Ja. Dus eigenlijk dat je behoefte hebt aan mensen in dezelfde verbinding. Ja. Alleen die zijn er dan even niet. Klopt. Ja, en dan, of die zijn er wel, maar die kan je niet vinden. Die kan je niet vinden. Ja. En dan moet je inderdaad dingen gaan organiseren om dat voor elkaar te krijgen. En dat hebben jullie met een aantal ondernemers besproken. Klopt. En dat is een hele leuke serie. Leuk om naar te luisteren, ook aan te raden. Ja, die podcastserie was wel heel interessant, omdat wij natuurlijk echt met ondernemers zitten en dan een stukje met de gemeente. Ja. Dan komt er ook gewoon echt dat iedereen het ook wel kan voelen. Want wat je zegt, zijn een stukje ondernemerschap, het is jeugd, het zijn ouderen, het zijn alle lagen van de bevolking. Het is ook niet zo 1, 2, 3 opgelost, helaas. Die illusie hebben we ook niet dat wij het thema eenzaamheid gaan oplossen. Maar als wij een steentje kunnen bijdragen waardoor het een stukje minder wordt, dan zijn we denk ik al heel erg goed op weg met z'n allen. Ik denk dat het moeilijkste is, en dat vertelde ook een ondernemer, dat hij 3 jaar zijn beslissingen vanaf zijn bank heeft genomen. Omdat hij kwam er niet meer vanaf. En dan zou het voor Jackie, voor Sport City, zou het mooi zijn van oké, het is leuk als ze hierheen komen, maar het moeilijkste is, hoe krijg je iemand van die bank af? Ja. Heel moeilijk. Het is volgens mij ook een combinatie van meerdere dingen. Hè? Je bent eenzaam, je raakt depressief, lijkt mij. Die depressie die zorgt er weer voor dat je helemaal geen zin hebt om dingen te doen. Je gaat maar een beetje leven, leven om in leven te blijven, zou ik het zo noemen. Lichamelijke klachten. Lichamelijke klachten krijg je ervan. Je gaat daar niet meer door sporten, je gaat daar niet meer gezellig door zijn. Het is toch een cirkel waar alles zit eraan vast. Maar het lijkt mij moeilijk om tegen die mensen te zeggen, ga nou even sporten. Of ga nou even dit. Dus ik vind het te gek dat er zo'n initiatief is die eigenlijk het voorwerk doet om mensen weer happy te maken. Dat hebben wij nodig ook eigenlijk. Want zodat ik kan ze weer bij jullie niet, terechtkomen. Ik kan ze niet van de bank aftrekken thuis. Nee. In principe. Ja, kan wel, maar dan word je opgepakt door de politie. het moeilijkste is ook de mensen bereiken. Ja. En wij proberen dan wat met ondernemers te doen. En er zijn best wel veel stichtingen vandaag die wel de doelgroep goed weten te bereiken. Ja. Dus het is altijd een combinatie. Bijvoorbeeld 1 tegen eenzaamheid. En je hebt de Haagse helpers. Die doen ook veel met jeugd. Merk je nou ook dat sommige manieren beter werken dan andere? Bijvoorbeeld muziek, werkt dat goed? Of sporten, werkt dat beter? Nee, het is echt een combi, want we hebben echt van alles gedaan. We zijn ook met ouderen vorig jaar naar Blijdorp geweest. We hebben een hele bus met 60 ouderen. Maar het is niet alleen ouderen, maar ook families die het misschien wat minder hebben. Oh, ja. Die zijn natuurlijk, met die kinderen komen dan ook niet met uitjes weg met school. Ja. Als je die ouderen gewoon of mensen met z'n 60 naar Blijdorp stuurt en daar een rondleiding geeft, is geweldig. En daar doe je het ook tenslotte voor. En dan probeer je nog een terugkomdag te doen. Ga je dan heen en terug? Ja. Nee, alleen heen. Nee. Laat ze daar achter. Ja, dan heb je gewoon een toetslaag in het percentage. Toen was de funding op. Dus alleen heen kon. Nee, maar dat zorgt er ook voor, verbinding. Samen terug naar huis komen, ja. Een soort dropping. Ze waren 100% blij. En dan gaat het nu met ze. Geen idee. Maar het is wel een blij dorp. Ja. Het is wel een blij dorp. Dat zijn superleuke dingen die we doen. Of tenminste, die we ondersteunen met ondernemers. Dat initiatief komt uit ondernemers uit Den Haag. En wij proberen dan wel de verbinding te maken van welke mensen moeten we bellen voor de stichting om die bus vol te krijgen. Zo proberen we met elkaar natuurlijk iets moois te De goede partijen die er voor hetzelfde doel in zitten als jullie. Kijk, ik snap ook, er zijn heel veel goede doelen. Hè? Dus
En eenzaamheid is daar één van. Dus ja, die kan ook, weet je, ik snap ook wel dat niet iedereen zegt, eenzaamheid gaat committen, omdat ja, je pakt meestal een doel wat dicht bij je hart ligt. Ja. Toch zeg je dat. Maar er was een hele mooie podcast over business in eenzaamheid. Ja. Is dat er de juiste bedrijven? En volgens mij, met alle respect, doen jullie dat ook. Je maakt een lounge om die mensen daar binnen te laten komen, om vervolgens die stap te maken. Jezus, wat is het hier leuk, ik ga een keer sporten. Ja, zeker. Dus dat hoop je wel, ja. Ja, maar ik denk dat het doel moet zijn om gewoon eerst maatschappelijk in te zetten. En dan komt de rest denk ik vanzelf wel. Ja. Ja, de Jumbo heeft ook de kletskast. Die neemt ook meer de tijd om met mensen... Ja, vroeger was het 4 in de rij, kassa erbij. Nu niet meer. Nu is het 60 in de rij en blijf maar praten. Ja, maar leuk initiatief. Zeker. Dus dat, ja. Oh ja. Worden we nou weer gebeld? Goedenavond, Chris en Mihai. Ik heb een vraag vanuit ADO Den Haag in de maatschappij. Wow. Eenzaamheid is van alle leeftijden. En we hebben een kleine 10 jaar geleden een project Allstars opgestart voor 60-plussers met het middel voetbal. Dat klopt. Beweging en beleving en vooral ook veel meer sociale contacten voor die deelnemers. Gebruikt de community ook sport en specifiek voetbal om verbinding tussen mensen te creëren en eenzaamheid tegen te gaan? Nou, dat hebben we net al gehoord. Toch? Of ga je het gewoon nog een keer zeggen? Nee, voetbal. In specifiek. Oh, specifiek. Ja, ja. Ja, we zijn één of twee keer bij ADO de Maatschappij op gesprek geweest om te kijken wat we samen kunnen opstarten. Daar zijn we toen, hebben we daar niks verder mee gedaan. Maar het walking voetbal loopt wel al hier natuurlijk. En dat is iets waar je wel met sport... wat mee kan doen. We hebben wel wat met gehandicapte voetbal gedaan en met autisme. Nice. Dus sport en bewegen doen we wel. Ja, en wij maken natuurlijk ook wel graag de combi nog een keer met ADO in de maatschappij om daar een keer te kijken wat we nog een keer met het walking voetbal kunnen doen. Maar sport verbindt natuurlijk altijd. Nou, die uitnodiging staat. En jij hetzelfde geldt met muziek ook, hè? Ja. Nou ja, het leuke is dat wij het project Beats and Balls hebben en wij raken tegelijk aan van, joh, hey, walking voetbal en ouderen leren drummen. Waarom niet? Beats and Balls. Why not? En ritme, dat schijnt ook weer goed voor je dopamine aanmerks te zijn. Dus ja, daar moeten we zeker op doorpraten. Zeker? Ja. Ben ik helemaal voorstander van. Wanneer wil je dat doen? Hebben jullie zo meteen tijd? Ja, dat gaan we dat gaat vast dat gaan goed we zeker komen. Plannen. Ja, is toch en leuk? Jij moet ook lekker met Anton, want Anton is ook een topgozer en die doet allemaal mooie dingen. Ik heb al een paar keer met Anton gesproken. Ja, dus moet dat je is lekker mee aan tafel gaan zitten. Ik heb eigenlijk nog een vraagje. Gewoon maar, die schoot mij even zo te binnen, want ik zit natuurlijk ook te spieken. Ten eerste, prachtig haar. Dank je. Het zit heel mooi. Ja. Dat was ook mijn brug. Je hebt voorwerk gedaan, hè? Hoe ben jij bij Sport City terechtgekomen? Nou, want jij was jouw vroeger... bruggetje was natuurlijk goed, dat hè? Ik kapster ben geweest, inderdaad. Ja. Ja, ik ben heel lang kapster geweest. En, nou, ik eerst even, wat vond je leuker? Eerlijk. Ja, dat kan ik nou niet echt per se zeggen, want allebei eigenlijk... Ja, het is eigenlijk allebei leuk, omdat het eigenlijk in kort door de bocht best wel hetzelfde werk is. Ja. Kijk, je bent natuurlijk in de kapsalon ben je heel veel met mensen bezig. En dat ben je eigenlijk in de sportschool ook. Het enige verschil is dat ik er nu niet bij hoef te knippen. Oh ja, ja. En ja, wat ik vooral gewoon leuk vind, is inderdaad contact leggen met mensen. En ja, ook echt een luisterend oor zijn wel voor mensen. En dat kan dus in de kapsalon, had je dat heel veel in de stoel. En dat heb je dus ook op een sportschool wel heel erg. Dus ja, ik vind dat eigenlijk wel een beetje een soort van hetzelfde. En in de kapsalon had ik ook vaak eenzame ouderen. Ja. Die kwamen echt voor een kletspraatje eigenlijk. Ja. En ik merk dat dat eigenlijk gewoon nu precies hetzelfde op de sportschool is. Ja, ja. En, ja, dus jij was al lang bezig met eenzaamheid? Eigenlijk wel, als je het zo bekijkt. Ja, hè? Ja, ja, indirect altijd. Ja, indirect toch altijd wel, ja. Oh, dat is wel leuk. Ja. Wat ga je nou weer aanzetten? Nee, ik ging niks aanzetten. Ik ging gewoon even kijken van, joh... Gaan we nog goed? Gaan we goed? Ja, we gaan hartstikke goed. Ja? Ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk. Ik heb het wel gemist, hoor, Chris. Heb je het gemist? Nou, wel een beetje gewoon gezellig. Leuke dingen, leuke ondernemers, platform geven. Ik vind het altijd goed. Ja, wat ik leuk vind, is dat de Jumbo die aan meedoet. Waardoor het platform ook weer groter wordt. Ja, ja. En als de Jumbo meedoet, die gaan ons ook in de filialen zelf een mooie poster ophangen van, van de podcast. Ja. En dan worden dit soort onderwerpen, die toch denk ik nog taboe zijn, eenzaamheid. Want ja, wie zegt dat hij eenzaam is? Ja, niemand. Gaan... Nee, toch? Wat zie je als... Want er kwam een vraag van Nick, die kwam langs, een 15-jarige jongen. Is eenzaamheid alleen maar voor ouderen? Nou, dat gaf je al aan. Het is ook voor jongeren. Tijdens de coronatijd is dat natuurlijk behoorlijk ontwikkeld. Ja. Hoe doe je dingen samen? Ik zie ook de mobieltjes. Zie ik mensen gewoon in een mobieltje verschuilen. Van joh, hey, dan hoef ik in ieder geval niet te praten. Nee. Dat gaat ook niet weg. Maar ik denk dat een stukje mobiel en dingen, dat blijft ook gewoon. Alleen je merkt gewoon dat er wel altijd behoefte is aan saamhorigheid en dingen samen doen. En de meeste jongeren vinden zich misschien niet eens eenzaam, want die hebben gewoon dan nu verplaatst dat stukje vriendschap naar online, in Discord, in FIFA spelen online.
Dus die merken dat misschien niet eens. Of vinden dat ook gewoon prima als hun vrienden. Dat verandert ook gewoon inderdaad met de tijd, zeg maar, dat mensen dat anders zien. Alleen ja, ik denk zelf dat je altijd wel ook behoefte hebt aan mensen echt ontmoeten en ergens naartoe gaan en zien. Ik denk dat ook. Ik denk dat tegenwoordig te veel wordt maar gegooid op het stukje van, ja joh, we kunnen toch videobellen. Ja. En dat vind ik een beetje een moeilijk ding, want videobellen is toch anders. Ja, maar ik heb het ook met meetings. Ja, denk ja, kan het online? Ja, je zit ook in Den Haag. Ja, het kan, boeien, maar je gewoon, praat anders afspreken. Dan... Ik heb ooit geleerd, communicatie gaat via de huid. Dus je voelt het ook. Je kan ook kippenvel krijgen van iemand die een mooi verhaal heeft, gepassioneerd. Dat is wat Mario zegt, zijn drijfveer om dit allemaal voor elkaar te krijgen voor de vrouwen. Ja, daar kun je kippenvel van krijgen. Ja. Maar dan moet je even voelen. Ja. En op het moment dat je dus voelt, dan heb je zin om dingen samen te gaan doen met elkaar. Ja. Dus echt die verbinding. Ja, de connectie is veel makkelijker en sneller gelegd. Ja. Ja. Maar een stukje eenzaamheid is niet alleen ouderen, ook niet alleen jongeren, een stukje ondernemers, mannen, vrouwen, wat ik zei. Ja, dat zit in alle lagen van de bevolking. Ja, dat denk ik ook. En dat blijft ook. En dat, ja, ik denk ook niet dat we dat heel snel opgelost hebben, wat ik zei. Maar laten we gewoon allemaal proberen elke keer een stapje te doen, waardoor we het een beetje minder maken. Door ook gewoon dingen te doen, in plaats van hele mooie plannen altijd uit te werken. Maar laten we ook gewoon starten. En wat ik zei, doe het ook gewoon simpel. Ja. Maak het niet te moeilijk, loop een keer bij de buurvrouw langs. Of, en wat minder digitaal maken, vind ik. Want digitaal is een prachtig ding, maar toch, mensen bij elkaar, dat helpt gewoon beter. Ja, het is makkelijk. Ik ben ook meer van ergens naartoe gaan en mensen inderdaad gewoon in de ogen aankijken en niet via het beeldschermpje en dat soort dingen. Maar om die stap te zetten, dat is natuurlijk, dat schijnt het zelfbeeld erg laag te zijn op het moment dat je heel eenzaam vindt. En dan is het moeilijk om van die bank af te komen. Ja. Wij doen wat projecten met ook, hoe moet ik artiesten. Artiesten. Jumpstart. Jumpset Records, dat is een sociaal maatschappelijk recordlabel wat we hebben opgezet. En dat werkt met psychiatrische patiënten die inderdaad in een dip zitten of een drugsverslaving of iets in hun leven is verkeerd gegaan. Zie het als een vliegtuig die ergens een verkeerde bocht heeft genomen, neergevallen. En wij proberen hun echte verhaal uit die black box te krijgen, want daar zit het echte verhaal in. Ja. Waarom zijn ze neergestort? Hoe, wat, waar? En wij merken ook dat die jongens alleen maar door al... bij de familie te horen, bij het concept te horen, door twee keer per week naar onze studio te komen, door iedereen daar weer te zien en alles. Ze bloeien zo heel erg op. Het gaat geen eens meer echt om dat muziek wat je maakt. Je geeft iemand zijn eigen waarde terug. Ja. En 9 van de 10 keer bij eenzaamheid, denk ik, heeft het echt wel ook te maken met je eigen waarde. Omdat je op een gegeven moment in die spiegel kijkt en haar zit niet meer mooi. Je hebt niet gesport, je hebt zo'n buik, je weet ik veel wat. Ja, dan gaat je eigen waarde... Dat is alleen maar 's ochtends. Ja, en door die dingen wordt de drempel natuurlijk ook steeds hoger. Het wordt steeds hoger. Want dan ga je op een gegeven moment denken, ja, laat maar zitten, ik ga niet meer. Ja. En dan... dus als je daar verder over nadenkt, is die behoefte aan verbinding heb je om je te willen uiten. Ja. En dat is wat wij doen met die jongens die echt helemaal vastzitten, die verdovende middelen moesten gebruiken. Ja. Toen hebben wij eerst 4 liedjes met ze gemaakt. Toen hebben we pas een podcast opgenomen over die liedjes. Wat probeerde je nou te vertellen? Ja, ja, dat is natuurlijk best wel 1-op-1 werk. Het is best wel werk. Dat hebben we ook hier gedaan, hè, aan deze tafel. Ja, hetzelfde met... En alleen dat al, hè, het binnenkomen met die jongens in zo'n stadion. Is ook al... Dat geeft hun al een gevoel van ik mag te wezen. Want heel vaak organisaties en weet ik wat... Ja, je bent alleen maar bezig met op papier zorgen dat iemand weer... Maar ze zijn niet iemand echt die je moet dingen doen. Je moet dingen doen. Je moet ze gewoon het gevoel geven dat ze er mogen zijn. Geef eens een paar mooie voorbeelden, Sebastian. Want je hebt 100 ondernemers die zich hebben aangesloten bij jullie. Ja, we hebben echt van alles. We zijn met ouderen hebben we een dagje bij de Waterhuis in Scheveningen georganiseerd. Met de flyover rijschool. Die zijn dus door 70 instructeurs allemaal thuis opgehaald met de auto. Dus dat was wel een flinke organisatie vanuit flyover. Mochten ze zelf rijden of niet? Zo. Ja, terug. Oh, terug. Voor de ouderen die mochten namelijk, als ze wilden, terug naar huis rijden in de lesauto. Daar kwamen ze in ieder geval wel aan. Ze zijn hier vooral aangekomen, ja. Er zijn er nu nog een paar aan het rondrijden. Die zijn parkeerplaats aan het zoeken. Scheveningen. Ja. Nee, dus die mochten inderdaad terug. Dus we hadden daar live muziek, koffie, gebak, appeltaart. En dan degene die naar huis wilde rijden, mochten met de instructeur zelf naar huis rijden. Leuk, man. We zijn naar het Omniversum dit jaar geweest. En het gemeentemuseum. Blijdorp. Toen met 16-jarigen, die nog gewoon rijbewijs niet mogen hebben, maar wel een lesauto mogen zijn. Nee, maar je kan alle kanten met ondernemers. Gewoon heel simpel. Gewoon op pad. Stukjes wandelen. Sporten. Wat ik zei, het hoeft niet... Kijk, flyover was wel echt groot. Want je gaat 70 mensen thuis ophalen met 70 instructeurs. Ja. Ja, dat was van hem wel een flinke organisatie. Plus de rijschool zit een dag dicht. Omdat hij natuurlijk de hele dag daarmee bezig is. Ja.
Maar het kan ook zijn, super simpel, gewoon rustig koffie drinken, mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld bij Stork doen we wel eens een kopje koffies met mensen. Ga daar lekker koffie drinken met z'n tweeën of met z'n drieën. Ja, het zijn hele kleine dingen die al het verschil kunnen maken. Als mensen maar één keer buiten zijn geweest of kennis hebben gemaakt, en dan moet je hopen dat ze ook zelf het zo leuk vonden, dat ze ook verbinding met elkaar blijven zoeken. Ja, ja, ja. En dat is dan al vaak wat moeilijker. Daar kunnen wij helaas ook de opvolging niet aangeven, want we zijn met drie bestuursleden die allemaal nog fulltime werken daarnaast. Ja. Ze zoeken nog iemand, Mia, ja, dus voor 5 uur. Mocht je nog tijd hebben, dan kan je de opvolging doen na de eerste keer. Nee, maar ja, wij hopen natuurlijk dat mensen wel. Van alle reacties die we krijgen, zijn mensen altijd mega enthousiast. En eigenlijk is alles wel snel vol. Maar want je hebt maar een x-aantal plekken en meer aanmelden. Dus je moet helaas ook soms mensen teleurstellen. En dat is natuurlijk wel vervelend. Maar ja, nou gaan wij gewoon iets aanbieden. En ik ga het bij de hand zonder te bespreken met jou gewoon aanbieden. Neem een keer wat eenzame mensen mee naar de studio. Gaan we muziek meemaken? Gaan we regelen. Ja, maar is dat iets wat je kunt regelen? Je kunt regelen dat je eenzame mensen meeneemt. Ja, nee, wij als stichting bereiken wij de ouderen niet of mensen. Nee. Maar wij hebben natuurlijk wel ons netwerk. Zoeken, in ons netwerk hebben we wel de mensen die dat kunnen. Ja. En die heeft Mario trouwens ook, want die heeft het voor vanavond ook geregeld. Dus we kunnen dat zeker regelen als ik met Mario zit. Ja. Ik zit volgende week ook weer bij de gemeente. Dan maken we een song voor jullie stichting. Tof. Als ik hierop mag op inhaken. Wij hebben wel bij de toevallig. Ook. Nou ja, wij hebben toevallig op 30 december, was nog voordat dit allemaal is. Ja, ik wil ook even mijn plekje. Natuurlijk, ja, gelijk heb je. Nee, wij hebben een avond georganiseerd. Dat heet de Sport Buddy Speed Date. Ook cool. En dat is dus eigenlijk om een maatje te vinden om te sporten. En dat hadden wij eigenlijk voor de leden georganiseerd. Maar dat is natuurlijk superleuk om hier aan te haken. Want wat we dan hebben is een paar activiteiten. Dat daar even twee mensen aan elkaar gekoppeld worden. Die dan iets gaan doen. En ondertussen natuurlijk aan de praat raken. Nou, het zou natuurlijk superleuk zijn als je daar een maatje vindt. Ja. Waar je dan gewoon samen mee naar sportschool kan gaan. Want dat is natuurlijk veel makkelijker. Is dat echt een speeddate? Ik ga nu even deze vuist op deze vuist doen. Ja. Sebastian, jouw andere bedrijf is marketing en websites maken. Ja. Kun jij een Modern Media Hub. Ja, kun jij, laten we hem even benoemen. Dat zou wel leuk zijn. Kun jij een Tinder-app maken? Een Tinder voor sput. Wij kunnen zeker een app maken, Als je met je spierballen op de foto gaat en naar rechts. Ja, maar dan wordt het wel weer zo'n soort vleeskeuring. Wordt wel plat. Ja. Hey, een beter idee. Deze vuist op deze. Ik gaf de voorzet en nou mag je zelf verder. Nou, daar ga ik op inhaken. Dan niet op vleeskeuring. Maar dan moet je een Tinder-app maken waarbij je alleen een beschrijving over jezelf mag geven. En dan is het niet op uiterlijk op niks. Dan moet iemand het lezen en dan denkt hij, hey, dit lijkt mij een toffe gast naar rechts of dit lijkt mij helemaal niks. Dat kunnen wij zeker maken. Toch? En dat is nog simpel ook. Hoef je niet foto's te uploaden. Dan is de drempel ook wel lager. Want dan hoef je Groningen niet op te kopen om service te neerzetten en zo. De Sport Buddy app. De Sport Buddy app. Zou top zijn, Ja, superleuk. Ja. Gaan we doen, toch? Ja, ik niks. Jij niet? Ik ga niks doen. Nee, ik zit jawel, jij gaat meedoen aan die speeddate, toch? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Dan moet je naar de sportschool dan. Dan moet ik naar de sportschool. Ja, dadelijk ben je moe. Dat is niet wat we willen. Sebastian, je hebt een stichting tegen eenzaamheid. Ja. Het werkt dus zo dat je een formuliertje invult, maar dat moet je doen met twee ondernemers. Klopt. Waarom? Omdat wij zelf de eenzame niet bereiken, maar we willen juist de ondernemers stimuleren, motiveren om wat te doen. En het is ook vaak lastig in je eentje, is het ook wel een beetje van, ja, wat ga ik doen, hoeveel tijd, en dan is het geld en tijd en dingen regelen. En met z'n tweeën verbind je ook elkaar en je zet je ook in voor hetzelfde doel. Dus het is voor ons ook makkelijker. Je begint daar al met de verbinding, zo van, samen moet je een plan maken, die onderteken je ook samen. Ja. Dit gaan wij doen. Dus je hebt ook verantwoording voor de een en de ander voor de ander. Ja. Ja, dat is hartstikke goed. Dus met wie ga jij dan samenwerken als Sportcity zijn, als je dit hoort? Want er is dus €2500 maximaal als bijdrage te krijgen aan een plan, wat misschien meer kost, lijkt mij. Ja, de plan, kijk, de plan moet dan meer dan €5000 zijn. Is het plan totaal €1000, doen we €500. We doen zeg maar maximaal 50% van de aanvraag tot een max van €2500. Omdat anders heb je één of twee grote plannen en is ons geld op. We hebben liever gewoon zoveel mogelijk wat kleinere plannen. Ja. Omdat het dan voor de ondernemer ook makkelijk behapbaarder is om iets kleins te starten. Als je zegt van je mag aanvragen wat je wil, dan komen er heel veel grote plannen. Maar daar komt vaak ook niet heel veel van terecht. Ja. Dus liever in kleine etappes en kleine stapjes, zodat je ook gewoon makkelijker weet om die verbinding te leggen. En ook de kracht van herhaling erin kan krijgen. En waar ik zelf, volgens mij hoor ik jou dat ook zeggen, ik bereik die eenzame mensen niet. En ik heel eerlijk gezegd, hoe kom ik aan eenzame mensen? Het is niet eens per se eenzaam. Het is ook gewoon het gevoel van mensen die
in het isolement zit, dan hoef je niet per se, wat ik zeg, je hoeft je niet per se eenzaam te voelen, maar je zit misschien wel thuis of je komt niet veel buiten de deur. Er zijn wel stichtingen en bij zorghuizen, die komen gewoon achter de deur en hulpverleners, die hebben daar echt wel de contacten in. En daar kunnen wij de verbinding in leggen met de ondernemer in de wijk. Ja, en heel belangrijk is, je werkt alleen maar met ondernemers en niet met stichtingen. Nee, klopt. Die geef je geen geld. Waarom? Omdat die dat vaak zelf al bij Fonds 1818 of de gemeente kunnen aanvragen. Ja. En voor ondernemers, ik ben zelf ook ondernemer, die zijn vrij ongeduldig. Als je bij de gemeente geld wil aanvragen normaal, dan duurt dat misschien wat langer. En het zijn natuurlijk, wij doen kleine bedragen in principe voor bij ons heet het een impulsaanvraag. En wij schakelen gewoon snel, want wij zitten met het bestuur elke woensdagochtend. Dus als iemand een aanvraag indient, heeft hij binnen een week een antwoord van oké, goedgekeurd, afgekeurd of semi-afgekeurd. Als je, kan je die nog iets beter uitleggen of iets aanpassen dan zo en zo. Hier want eigenlijk, mooi, eigenlijk ook mee. Ja, we willen natuurlijk liefst dat elk initiatief doorgaat. Okay. Nou, hier zouden meer stichtingen ook naar moeten kijken en dat ook zo doen. Want ik merk wel heel erg, alle stichtingen waar je nu iets kan aanvragen of fondsen, precies wat je zegt, je moet een stichting zijn, je moet een dit zijn, je moet een dat zijn, je moet een dat zijn. En wat ik heel vaak heb, bijvoorbeeld met ons bedrijfje met Jumpstart, we hebben het al opgegeven, ik heb helemaal geen zin meer om subsidies te vragen. Waarom? Elke keer weer hetzelfde verhaaltje. Ja. Oh, het is tof, maar het valt niet in ons bestuursplan, in ons dit, in ons dat. En dan denk ik bij mezelf, ja maar jongens, kijk nou even naar wat mensen doen en of dat goed is voor de maatschappij. En steun dat, weet je wel. Maar ik snap ook dat dat niet zo makkelijk gaat. Kijk, daarom is Fonds 1818 al blij met ons. Wij krijgen geld van Fonds 1818, zodat wij zeg maar ook de wat kleinere aanvragen doen. En wij bereiken de ondernemers, omdat we zelf ook met ondernemers in het bestuur zitten. Dus dat praat ook gewoon wat makkelijker en wat sneller. Je weet wat iemand wil. Beter. Je weet dat ondernemers ongeduldig zijn. Ja, Dus je wil ook gewoon snel eigenlijk een klap hebben. Want als iets make it happen. Dat is wat je doet. Gewoon dingen doen. Kijk, een ondernemer heeft wat in zijn gedachten. En dan moet je er niet over een half jaar een keer op terugkomen, weet je. Dan wil je gewoon snel schakelen. Ja. Nou, dus, bij ons kan dat dan wel. Dus muziek in jouw oren. Nou, ik vind het te gek. Er zouden er meer mensen eigenlijk zijn. Ben je een soort makelaarskantoor voor Fonds 1818 en de gemeente. Ja, zoiets. Want als elke ondernemer die bij ons wat aanvraagt, 1000 piek bij de gemeente moet aanvragen, dan worden ze natuurlijk daar ook knettergek van. Je hebt ook leden. Ja. Ja. Dus hoe kan je lid worden en waarom zou je lid worden? Je mag lid worden als je inzet tegen eenzaamheid. Dus het gaat ons niet om de aantallen van ondernemers. Ik heb liever in plaats van 2 ondernemers. Liever 10 dan 100 op de website staan. Als ze alle 10 wat doen, dan ben ik al heel blij. Ja. Het liefst heb ik natuurlijk dat ze alle 100 wat doen. Ze hebben zich allemaal een keer aangemeld, komen bij bijeenkomsten die we organiseren met ondernemers, om elkaar ook te motiveren, zeg maar. Maar we hebben liever gewoon ondernemers die wat doen. Dus liever dat de community bij wijze van spreken kleiner wordt met mensen die heel actief zijn, dan dat mensen zich maar aanmelden, omdat ze dan kunnen zeggen, ja, kijk, ik zet mijn maatschappelijk in. Wat goed zeg. Want je bereikt op die manier gewoon je hele doelgroep, 47% begrijp ik dus, om die binnen je winkel te krijgen. Ja. Winkel, heet dat zo? Ja, Sport City. Hoe je het noemen. Toco. In Den Haag kun je ook zeggen. Hey, bij Sport City, ik weet niet of je dat wist, Chris, maar ze gaan vanaf de maand januari 1 keer per week een activiteit. Ja, maar ik snapte die zin niet, want die redactiestuk heb ik ook gekregen. Nou, dan gaan we het gewoon naar Jackie vragen, toch? Ja, ja zeker. Ja, nee, wij werden inderdaad gevraagd wat zouden wij eventueel kunnen bijdragen voor eenzame mensen. Dus wij hadden inderdaad bedacht, naast de Sport Buddy Speed Date, dat wij inderdaad in de maand januari, is toch de maand dat iedereen weer begint met sporten. Ja. Hè? Dus dat we 1 keer per week een activiteit organiseren, waar dan mensen, maar ook onze eigen leden naartoe kunnen komen. En dat zou dan echt in een activiteit zijn. Dus het kan in de vorm van een les zijn of in de vorm van... Maar niet appeltaart bakken of zo, toch? Nee, dat doen we niet in januari. Wel alles met sport en zo te maken. Ja, het is wel een sportactiviteit inderdaad. Maar hoor je wat hier gebeurt, Sebastian? Er begint een klein idee, maar nog niet precies de richting. Nee. Hoe kan ze een idee van een activiteit in sport zitten? Is een ondernemer die zijn deuren wil openen. Ja. Die zegt van, joh, ik besteed hier instructeurs aan vast. Dat kost mij... X. Precies. Hoe gaat ze dit concreet maken? Een ondernemer zoeken... Nog een ondernemer zoeken, of daar kunnen wij misschien wel bij helpen. Want we hebben best wel wat ondernemers die vaak zeggen, als je een leuk idee hebt, wil ik wel aanhaken. Om mijn netwerk te gebruiken of om tijd en energie in te steken. Ik denk als wij wat oproepen, we hebben nu ook een marktplaats laten ontwikkelen op de website. Dus mensen kunnen gewoon zelf dingen op de marktplaats zetten van, ik ben een ondernemer X, ik wil graag bijdragen, maar ik weet niet hoe. Als Jackie dan zegt, wij willen dit doen, maar we zoeken nog wat handjes of we zoeken nog wat mensen. En de doelgroep bereiken doen wij natuurlijk ook niet, maar dan kunnen we wel de verbinding leggen met de stichting die de doelgroep wel bereikt. Want je moet ook wel een beetje mensen uit de buurt hebben. Komen ze van ver, moet je kijken of je iets met het vervoer kan doen. Want anders moet je kijken anders komen ze hier misschien weer niet. Dus wij zijn wel heel goed in het verbindingen leggen. Plus dan die marktplaats maakt het ook wel makkelijk voor ondernemers om zelf
steeds meer onderling met elkaar te regelen. En dat ze eigenlijk hopelijk bij ons alleen maar het formulier hoeven in te vullen wat ze kunnen downloaden om een impuls aan de vraag te doen. Ja, dat zou voor ons dan weer heel fijn zijn, want ja, wij kunnen de activiteiten wel bedenken, maar inderdaad de mensen... Maar dat is ook vaak het moeilijkste. Dat is lastig. Ja, is ook moeilijk. Kijk, je komt gewoon ook niet achter de deur bij mensen. Hè? Nee. Het blijft thema eenzaamheid natuurlijk ook wel, zit wel een beetje een taboe op. Het liefst zou je het ook anders willen noemen, maar ja, het zegt wel wat het is. Ja. Ja, dus dat is ook wel iets, weet je. Kijk, het is de afgelopen jaren wel gewoon goed op de kaart gezet van dat het een belangrijk thema is. Het is ook een hot thema. Veel gemeentes zijn ermee bezig. Den Haag is daar wel een beetje koploper in qua initiatieven. Ja, dus daar moeten we wel een doorpakken. Daar staan ook de grootste aantallen mensen die eenzaam zijn. Ja. Juist omdat je zo dicht op elkaar zit, heb je behoefte en aan rust. Ja. Maar ook wel die verbinding, maar met wie dan? Juist. Ja, en als wij daar kunnen bijdragen, zeker met Sport City, vinden wij dat natuurlijk super tof om daar in mee te denken en daar... En heb je dan ook een je hebt van die bijeenkomsten, wat doe je dan? Ook zo'n speeddate? Bij de bijeenkomst doen we verschillende dingen. We proberen de ondernemers ook daar naartoe te krijgen door ze ook gewoon wat terug te geven. Dus een LinkedIn-workshop. En tijdens de corona deden we dat online. Dus hadden we de CEO van Funda inderdaad voor een interview. Een stukje over branding, een stukje over marketing, een stukje over social media. Zodat ondernemers ook gewoon vragen kunnen stellen die ze zelf kunnen gebruiken. Kijk, wij hopen dat we door hun informatie te geven over de bedrijfsvoering of waar ze informatie over willen hebben, om dat aan hun te geven, dat zij wat teruggeven aan de maatschappij door zich in te zetten tegen eenzaamheid. Dus wij proberen een stukje kennis over te dragen met een thema. Ja, ik zou heel erg veel behoefte hebben aan brainstormen met andere ondernemers. Ja, maar dat we doen een stukje in workshop en dat duurt een half uurtje, drie kwartier. En daarnaast eigenlijk wel van oké, ga met elkaar aan tafel en probeer... Of een initiatief uitwerken, of misschien heb je al wat in je hoofd. Dan kom je dus met een goed idee daarheen. En dan kan je onder andere ondernemers gelijk motiveren van oké, hey, ik heb dit idee, haak je aan. Nou, dan kun je bij spreken die dan gelijk dat formuliertje invullen. En dan kunnen wij een week later ja of nee zeggen. Ja, en zo'n bijeenkomst, waar doe je dat? Elke keer een andere locatie in Den Haag. Oké. We doen hem nu in januari weer het nieuwe jaar. En dan gaan we waarschijnlijk naar de kerk in Scheveningen. Leuk. We zoeken elke keer ook een locatie die aangesloten is bij de community. Ja, zo kan ADO in de maatschappij natuurlijk heel makkelijk hier zijn locatie ook vrijgeven om een keer een brainstorm sessie te houden met jullie en te kijken wat Anton vraagt. Doen jullie ook wat met specifiek met voetbal om daar weer een ander ondernemer aan te koppelen? Ja, we doen er 4 per jaar. We willen natuurlijk ook niet te veel. Ik zei, we willen snel schakelen. Dus we moeten ook niet te vaak vergaderen en dingetje doen. Ja. En het organiseren kost ook wel wat geld ook uit onze kant. Dus, en we geven geld liever uit aan initiatieven dan dat ik weer voor catering of andere dingen moet betalen. Eigenlijk wat ik bedoel, wat we bij de muziek ook hebben, hè, schrijversessie hebben dan. En dan kom je aan het eind van de dag met een liedje. Zo zie ik je ook hebben natuurlijk. Ja. Dat je gewoon zegt, we zijn nu 4 ondernemers, die zet je in een groepje bij elkaar. Ja. En jullie komen met een plan tegen eenzaamheid en dat gaat werken. Ja. Met jullie coaching erbij. Ja, dat kan zeker. Ja. Leuk. Ik vraag me nog één ding af. Hoeveel Sport Cities zijn er? Ja, dat is natuurlijk... 120? Nee. Nou ja, zoals Mario natuurlijk net al zei, dat het eigenlijk dat hij eerst Fit for Free heette. Ja. Sport City bestond al. Ja. Toen werd het Fit voor 1695. Dat is al heel lang geleden. Staat nog steeds langs de weg trouwens. Ja. Maar we eten zo niet meer, dus dat zijn we niet. Okay. Nee, we zijn nu 112 in totaal. Maar dat zijn dan met de sportcities die eerst Fit for Free waren. Oh, en de sportcities die al bestonden. Gaan die allemaal zo'n lounge krijgen? Ja. Of ga je eerst de toppers? Nou, wij zijn natuurlijk de toppers. Ja, dat snap ik. Wij hebben hem al gekregen. Ja. Maar we zijn nu inderdaad bezig met een project dat uiteindelijk alle sportcities een mooie lounge krijgen. Ja. Nou, dan hebben we hier toch 2 partijen die zich gewoon inzetten voor de maatschappij. Die gaan Den Haag veel mooier maken. Maar de vraag die wij moeten beantwoorden is, wat gaan wij doen? En Anton benadrukte, niet wij als stichtingen, maar alle Hagenezen, om de stichting tegen eenzaamheid dat doel te laten bereiken. Nou, en ik denk dat hier 2 partijen en de rest van de mensen die we ooit aan tafel hebben gehad en die nog zullen komen. Wat ik zo mooi vind is dat er initiatieven beginnen nu die stapje voor stapje daaraan bouwen. Want wat jij eigenlijk ook al zei, je kan wel zulke grootse plannen hebben, maar daar komt heel vaak niks van. Nee, begin gewoon klein, dan houd je het ook behapbaar voor jezelf. En een ondernemer doet het er wel naast. Hè. Ze moeten ook gewoon nog een bedrijf runnen. Juist. Dat is de afgelopen paar jaar ook niet heel makkelijk geweest. Nee. En dat wordt nu met de energie ook niet makkelijk. Ja. Dus laat het... Tuurlijk mag het voor mij echt super groot, maar houd het gewoon klein en dan rolt het vanzelf wel uit. Want als je het de eerste keer gewoon goed doet en klein oppakt, dan krijg je via mond-op-mond reclame echt wel meer. Heb je al energiemaatschappijen die aangesloten zijn? Nee.
als ze nog wat geld over hebben. Nee, die hebben alles afgesloten de laatste tijd. Nee, maar ik kan me ook voorstellen door de financiële druk die mensen nu ontvangen. Ja. Je kunt bepaalde dingen niet betalen, zoals muzieklessen, voetballessen. Maar het komt ook wel vaak uit een stukje financieel ook, hè? Ja. Eenzaamheid. Ja. Dus je kan dingen niet doen. Ja. Dus, ja, en dat geldt ook voor kinderen met school, met sporten. Ja, ja, nou, met sport in het weekend verbind je ook met vriendjes. En zie je, nu zie je ze alleen even op school en daarna niet meer, omdat je misschien nergens naartoe kan. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een drempel. Ja, en wij zitten gewoon nu bij ADO Feyenoord. Hè? Dat klinkt heel wat. Ja. Ja, maar het stadion is niet vol, hè? Nee, maar dat is vrouwenvoetbal nog, hè? Daar gaan we dus aan werken. Wat Mario net zei, dat op een gegeven moment even vol zit als bij de heren. En ik heb net gehoord dat meisjes meer eenzaam zijn dan jongens. Echt? Ja, dat waren de feiten. Ja, dat waren de feiten, ja. Oké. Dus ik vind het gek. Wel doen. Ik vind het gek dat die 160 kaartjes. Voor wie zijn die 160 kaartjes? Zijn dat voor ouderen of zijn dat voor. Dat zou je even aan Mario moeten vragen. Mario heeft het helemaal. Dat eigenlijk ook zonder ons geïnitieerd. Dat kan hij. Dat blijkt wel weer. Nog 1 minuut hebben we trouwens, hè? Ja. Meen je niet? Dat is snel gegaan. Ja. Dan begint de wedstrijd. Dus ik heb nog een laatste vraag. Ja, kom maar. De bekende vraag: wat wordt het? Een meisje. Nou, daar ga ik wel mee, denk ik. Ja, oké, top. 2-1. 2-1. En dan vraag ik ook wat winnen. Het? Nou, nee. Schouderklopje. Ik weet niet of je daar blij mee wordt. Ik denk 2-0. 2-0. Chris, wat wordt het? Ik gun het Sjaak. En ik kan het niet anders zeggen. Het is Feyenoord, 1-0. En als zou je Sjaak niet gunnen, wat wordt het dan? Dan wordt het 0-1. 0-1, oké. Ik ga positief. Het wordt 3-0 voor ADO, voor de vrouw. Ja, goed verhaal. Lekker kort, hè, toch? Ik wil jullie bedanken, Jackie. En jullie bedankt voor de tijd. Dankjewel. Dit was een hartstikke leuke podcast. We hebben hem weer afgetrapt. Ik heb me niet eenzaam gevoeld, overigens. Ik heb me ook helemaal niet eenzaam gevoeld. Ik hoop ook dat een hoop mensen dit thuis gewoon gaan luisteren. En dat ze zich een stukje minder eenzaam voelen. En denken, wat een mooie initiatieven. En ga allemaal sporten bij Sport City natuurlijk. Juist. De beste afdeling hier in Den Haag natuurlijk. In het stadion. Vraag om Jackie als je je aanmeldt, toch? Ja, zeker. En nou, als je initiatieven hebt... stuur me door. Dan zit jij erop te wachten natuurlijk. Zeker, hoe meer hoe beter. Ik vond het een heerlijke podcast. Dankjewel iedereen. Jullie ook bedankt voor het. Dames en heren, dit was hem. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Girl Power Radio en natuurlijk onze powervrouwen. Girl Power.